Bring the Noise gaat internationaal. We zijn vandaag in Duitsland, in Zieflieg wel te verstaan, want daar is het Woodstock Festival. Allerlei tribute bands zijn hier van Woodstock artiesten, want ja, die zijn zelf misschien wel te oud om nog op te treden. Maar hier spelen ze dus wel en je merkt wel, dat is heel internationaal. Love and happiness zijn de sleutelwoorden van Woodstock in Zieflieg. Uiteraard geïnspireerd door het eenmalige festival Woodstock dat in 1969 in Amerika werd gehouden. Onder het motto Back to the Roots is op het uitverkochte festival muziek te horen van acts die een halve eeuw geleden op het legendarische festival stonden. Op de website staat een tekstje in het land waar normaal alleen maar ooievaars zijn en waar het lekker rustig is, waar je van de natuur kunt genieten, herrijst nu een festival. Waarom in hemelsnaam hier midden in Zieflieg? Omdat we het kunnen. Omdat we het leuk vinden en dat we plezier hebben en dat we willen dat het dorp levert. En dat kan met een festival heel mooi. Want we staan hier midden op het dorpsplein van Zieflieg. Het is een heel klein Duits dorpje. Ja, we hebben 500 mensen die hier wonen. Het is een Duits dorpje met ongeveer 40% Nederlanders erbij. Dat moet je niet vergeten. En dus, ja, het is gewoon tweetalig. En we gaan hier tweetalig ook het festival doen. En hoe doe je dat dan, tweetalig? Nou, de Nederlandse presentators die hier staan, die zijn Nederlands, maar die praten gewoon Duits. En de gasten zijn helft ongeveer Duitsers en de andere helft Nederlanders. En ook de vereniging waar ik de voorzitter van ben, is helft Nederlands, helft Duits. En hoe is dat nou ontstaan? Want het is een behoorlijk grote vereniging, vertelde jij mij net. Ja, het is ontstaan 2013 ongeveer. Het is gewoon de 16e keer is het nou. Met blues eigenlijk begonnen. We hadden een Nederlander die een idee had. Hey, ik vind blues hele mooie muziek en ik heb mensen nodig die vrijwillig willen helpen om een soort bluesavond te organiseren. Dus het is in de Scheune gebeurd met ongeveer 200 mensen als gasten. Oké, okay, en de Scheune, zoals je dat noemt, is dat heel Duits dat elk dorp een ja, wat is het, een soort schuur heeft waar feesten worden gehouden? Nee, ieder dorp heeft iets. We hebben een kroeg daar, een restaurantje. En we hebben de Scheune. Dat is toevallig, omdat hier stond een huisje met een zuurtje eraan. En twee Duitse jongens gingen roken in de zuur. En de hele ding brandde af. En dat ding brandde af. En ja, en wat doe je dan? Nou, en dan is op een gegeven moment de Zuttenvereniging. Die heeft dan de Scheune helemaal gerenoveerd en opgelaten knappen. En dit is een terreintje geworden. Omdat ze hebben het huisje eigenlijk nooit meer opgebouwd. Dus het huis is nooit meer opgebouwd. Er is dus nu een stal waar feesten in worden gehouden. Ja. En dat gebeurt dus nu elk jaar twee dagen. Op de ene dag Woodstock en op de andere dag blues. Yes. Zijn we hier dus op het Woodstock Festival. Wat kunnen we verwachten vandaag? Gekke mensen, kijk om je heen. Iedereen heeft goede zin. We hebben bloemetjes omhangen. Dat doen we aan de ingang. Bloemetjes krijgen ze om. Gaan we in de tent, gaan we in de Scheune. Ja, dansen, gek doen, drinken. En heel veel tribute bands, hè? Ja. Ja, waarom tribute? Ja, de mensen die oude muziek spelen. Ja, zoveel geld hebben we dan ook niet om de originele te halen. Of ze zijn dood. Of ze kunnen het niet meer. Yes. Ja, of ze zijn te duur. Ja.
Of ze zijn te duur, daar hebben we ook weer. We willen ook winst maken. En als we het geld helemaal in een dure band stoppen, dan. Ze zijn niet goedkoop, maar ze zijn perfect voor dit soort sfeer. Eind van de avond, dan is het Woodstock Festival voorbij en is morgen het Blues Festival. Wanneer ben jij nou vanavond helemaal blij? Met welk resultaat? Nou, weet je, ik ben nu al blij. Omdat, ja, die blijheid hier. En we zijn uitverkocht. Hallo! Er zijn gewoon 1000 mensen vanavond. Wat wil je nog meer? Hey Camille, jij bent vrijwilliger hier op het festival. Ja, zeker. Jij bent toch eigenlijk veel te jong voor Woodstock? Ja. Nee, ik vind het superleuk. Maar jij vertelde net, jij woont hier in Zieflieg, hè? Ja, ik woon hier tegenover. Jij woont hier tegenover en dan, dat betekent dus automatisch dat je hier dan vrijwilliger bent? Nee, je hoeft niet mee te doen, maar eigenlijk iedereen in het dorp voelt zich wel op een of andere manier verbonden met het festival. Omdat toch wel gewoon, het zijn allemaal vrijwilligers, dus het is toch gewoon iets dat je samen neerzet en het is toch gewoon heel leuk als je als dorp, het is ook gewoon een soort van grote burendag is het. Een hele grote burendag is het. Ja. En dat is wel gaaf. Super gaaf. Nou vertelde je net, jij bent hier 2 dagen als vrijwilliger. Wat doe je allemaal de hele dag? Nou, ik mag niet heel veel doen, maar bijvoorbeeld gewoon glazen ophalen. En ook gewoon allemaal kleine klusjes meehelpen en zo. Dus dat. Ja. Oké, dus je bent eigenlijk hartstikke druk nu, dus ik hou je eigenlijk ontzettend van je werk af. Ja, wel een beetje. Wel een beetje. Want waar moet je nu naartoe dan? Je bent nu glazen aan het halen. Ja, ik moet nu naar binnen, nootjes bijvullen. Oh, dat is een hele belangrijke taak. Ja, hey, nou, ik zal je iets vertellen. Ja. In die nootjes, daar zit zout in, gaan mensen meer drinken. Is dat de techniek? Nee. En heb jij dat bedacht of is dat gewoon iets wat nee, hier... Nee, dat is algemeen bekend op festival. En dat mag jij toch eigenlijk helemaal niet vertellen? Dat mag ik eigenlijk helemaal niet vertellen. Het is primeur hier. Dus jij moet nu gaan zorgen dat mensen meer gaan drinken? Ja. Nou, rennen dan. Je vertelde me net, jullie zijn op festivaltour hè, dit weekend. Ja, zeker. Ja, ja we zijn donderdag naar Kerstpop geweest in Beuzegum. Heel kleinschalig festival met leuke bluesbands en rockbands. En vanavond zijn we hier en morgen gaan we door naar Ziggo Dome naar de Eagles. Dat is echt een beste muzikale tour. Waarom kom je dan in godsnaam helemaal naar Zieflieg? Nou ja, het Zieflieg stond altijd al op mijn bucketlist. Alleen op de een of andere manier kwam het er nooit van. Had ik altijd iets anders te doen. En ik zeg tegen Georgette, ik zeg, dan moeten we toch echt een keer gaan. Dus het is de eerste keer dat ik dus hier ben. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het hartstikke leuk. En jij moest mee? Ja, ik moest mee, ja. Maar ik vind het heel erg leuk. Ja. Wat vind je daar zo leuk aan dan? Ja, omdat het zo kleinschalig is. Gewoon gemoedelijk, leuk. En goede muziek. Leeftijdsgerelateerd. Leeftijdsgerelateerd? Nee, dat mag je zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Ja, ik vind het geweldig. Ik kom hier al jaren. Jij bent echt een die-hard Woodstock bezoeker. Ja. Ben jij oud genoeg om ook bij het echte Woodstock om daar iets van mee te geven? 60. Dan ben je oud genoeg, ja, ik weet waar dat Woodstock was, ja. Maar je hebt het niet bewust meegemaakt? Jawel, maar ik was nog niet zeer groot, maar ik weet het wel, ja. En nu dan hier, lijkt het erop, denk jij? Ja, de meesten zijn wel van die leeftijd, ja. De meesten zijn wel van die leeftijd. Jij hebt het niet meegemaakt? Ik heb het niet meegemaakt. Nee. Ik ben echt 20 jaar te jong, denk ik. Ja. Ik vind het wel leuk hier. Wat maakt het nou zo leuk hier? De sfeer. Het is hier gezellig. En het is niet als je iemand aanstoot van... Dan is de... Oh, sorry. De sfeer is gewoon goed hier. Nou staan hier heel veel tribute bands. Ja. Stel dat jullie nou een tribute band zouden moeten vormen. Voor welke artiest zou dat dan zijn? Ja, dat is heel moeilijk. Want er zijn heel veel goede tribute bands. We hebben net CCR gezien. Nou, was helemaal top. Geweldige zanger. Goeie strot. Maar je moet er één kiezen waar jij zelf in zou willen staan. CCR? Nou, of de Rolling Stones. De Rolling Stones? Ah, dat vind ik ook geweldig. Als wat? Als gitarist, als zanger, als bassist, drummer? Gitarist. Als gitarist? Ja. Als de Keith Richards van Keith de band? Keith Richards, ja.